Hallo en welkom bij Short Talks. Deze week actrice Riefke Lodijzen. Levert het echt bijzondere films op en daar ben ik... Die gewone verhaaltjes, dat geloof ik inmiddels wel. Een nieuw Nederlands filmtalent in onze Yellow Carpet rubriek. Riefke, welkom bij Short Talks. Dank je. Je hebt met zoveel verschillende regisseurs gewerkt, zoals Editor Staal, Esther Roth, Fiona Tan. Wat hebben ze gemeen dat maakt dat je met hun wilt werken? Wat ze in de eerste instantie gemeen hadden, is dat ik nooit met ze gewerkt had. Ik ben eigenlijk altijd heel erg benieuwd naar nieuwe regisseurs. En dat je, als je al een beetje werk van ze kent, dat was bijvoorbeeld bij Joran Luursen. En bij Esther Roth helemaal. Ja, daar had ik een korte film van gezien. Dat vond ik een interessante film. Dus dat maakt eigenlijk dat je een soort nieuwsgierig bent. Ik ben bang dat ik de enige gemeenschappelijke ben in dit hele verhaal van regisseurs. Dus wie de film gaat regisseren is heel belangrijk in je beslissing om een film te maken. Ja, absoluut. Ja. Ik heb ook wel eens een rol aangenomen omdat ik dacht dat ik wel iets met de rol kon en dan niet zozeer iets met de regisseur. Dat merk je vaak al in een gesprek of in een casting. Maar daar ben ik echt van teruggekomen. Dat is... je moet het echt samen doen, vind ik. Ja. Je hebt met Fiona Tan gewerkt. Ze heeft een achtergrond als kunstenaar, niet zo'n conventionele manier van regisseren. Wat drijf je om met haar te willen werken? Oh, ik was heel benieuwd. Ik heb zelf met Esther Roth ervaren ook als met een kunstenaar werken. Dus heel anders, hele andere invalshoeken. En ik was heel benieuwd met Fiona. Ook omdat het haar eerste featurefilm was. En ik was ook heel benieuwd naar het resultaat van zo'n scenario. Dus dat, al die dingen. Heeft dat misschien te maken met het feit dat je vader ook een kunstenaar was? Goeie vraag. Geen idee. of omdat het me wel beviel. Eigenlijk levert het echt bijzondere films op. En daar ben ik... Die gewone verhaaltjes, dat geloof ik inmiddels wel. Nu ben ik benieuwd naar wat je nog meer met zo'n verhaaltje kan. En gewoon nieuwsgierigheid. Nummer E17. Oh, ja. Hey. Bingo is een korte animatiefilm van 2,5 minuut over een pittig oud vrouwtje dat één geluk heeft in haar leven en dat is eigenlijk Bingo. Bingo is mijn tweede korte film en ik ben afgestudeerd in 2009 met aan de HKU met een korte animatiefilm en daarna heb ik eigenlijk een aantal jaar als ontwerper gewerkt. Er was de kans om een ultrakort in te dienen en toen had ik een leuk idee en dat werd Bingo. Nou, in Nederland is het eigenlijk zo dat... de animatieindustrie nu vooral behoefte heeft aan mensen die van alle markten thuis zijn. Dus die kunnen regisseren of ontwerpen en achtergronden maken. En dat vind ik zelf wel een hele grote vrijheid die ik heel erg waardeer. Omdat ik het leuk vind om soms het ene te doen en dan weer een ander smaakje te proeven. Doodstil is een korte horrorfilm over een moeder en haar baby die samen in een heel groot gevaar komen op een Nederlandse plattelandsweg. Jeffrey, mijn broer en ik hebben samen Doodstil gemaakt. En we zijn broers en werken allebei in de film. En vind het ook heel leuk om samen te werken. Ja, horror is wel een heel leuk genre. Het is ontzettend leuk en creatief om te maken. Dus dat willen we zeker vaker doen. Maar we werken eigenlijk aan allerlei soorten genres. Dus het is niet alleen maar horror. Nog even Fiona Tan. Ik stel me voor dat zij een hele andere manier heeft om acteurs te begeleiden op de set. Hoe heb je dat ervaard? Nou, het viel me eigenlijk op dat zij juist heel goed wist wat ze wilde. Heel goed voorbereid was. Waar anderen, misschien net van de filmacademie, daar wordt niet zo verschrikkelijk veel aan acteursregie gedaan. Het gaat eigenlijk heel technisch en op het verhaal. Maar met acteurs, ja, dat is misschien een beetje kritiek, maar dat vind ik nog wel eens... Maar Fiona wist wel heel goed wat ze wilde zien. Dus dat was ook even zoeken van, maar bedoel je dan dit? Of bedoel je dan dat?
Dat is spannend. Dus hoe is het voor jou als actrice om opeens aan te passen aan een hele andere manier van regisseren? Nee, in die zin was het niet anders. Dus zij stapt zeg maar dit vak binnen en met acteurs moet je ze gewoon vertellen wat ze moeten doen. En dat ben ik wel gewend. Alleen wist zij heel goed wat ze wilde. Dus het was niet voor mij een vreemde ervaring, ik denk eerder voor haar. En was het heel nieuw. Dus ik heb er helemaal geen last van gehad. En een rol probeer ik altijd toch zo geloofwaardig mogelijk neer te zetten. In te voelen wat die mens doet in die omstandigheden. En had je op zo'n manier kunnen werken als je geen ervaring in meer conventionele films had? Ja, ik vond dus in die zin het werken, behalve dat ik niet goed wist waar ik in stond, vind ik het acteren zelf niet heel anders in een experimentele film. Heefke, hartelijk dank voor je komst en veel succes. Oké, ja.